stond echt met mijn oren te klapperen toen ik het hoorde. Ik denk, wat is dit dan zeg? En dat dat meer dan 40 jaar heeft geduurd, is toch ongelooflijk? Inwoners zijn verbijsterd over het gigantische bedrag dat de gemeente moet ophoesten. Hier in Meerkerk voelt het soms extra zuur. Omdat de zaak ooit is begonnen in Vianen. En dat is nog niet heel lang geleden één gemeente geworden samen met Leerdam en Zederik. We waren dus Zederik en wat eigenlijk niks mee te maken. En het wordt ons nou toch wel in de schoenen geschoven. Het is natuurlijk een hele smak geld. Ik ben bang dat wij er voorop moeten draaien. Want we horen nou natuurlijk bij de Vijf Herenlanden, dus ja. Yeah. De rekening komt inderdaad bij de hele gemeente terecht. Dus betaalt heel Vijf Herenlanden mee aan een fout van vroeger van Vianen. Is het eerlijk dat inwoners uit Leerdam hieraan mee moeten betalen? Nou, wij denken niet meer in Leerdam, Zederik en Vianen. Je zou kunnen zeggen, het is ook niet eerlijk voor de inwoners van Vianen dat ze hieraan mee moeten betalen. Kijk, er ligt gewoon een feit. Er is 40 jaar geleden een fout gemaakt door het industrieschap. De gemeente Vianen is de rechtsopvolger. De gemeente Vijf Herenlanden is de rechtsopvolger van Vianen. Er ligt een rechterlijke uitspraak. Zo simpel is het. Meerdere raadsleden die RTV Utrecht heeft gebeld, zijn het met de burgemeester eens. Ze willen samen kijken naar een oplossing waarbij de burger zo min mogelijk de dupe wordt. Zelfs Wim van Dijk, anders geen fan van de fusiegemeente, heeft weinig zin om te gaan zwarte pieten. Als we dat gaan doen, dan blijven we achteruit kijken. We moeten vooruit kijken. Het is nu makkelijk om te zeggen van, dat is de schuldige. Niet doen. Wij worden geconfronteerd met deze post. Nou, wij zijn de aangewezen persoon als raad, als college, om deze zaken aan te pakken en op te pakken en op te lossen.